we hebben 4 teams. Dus we hebben een team dat doet cv-optimalisatie. Die komen dan bij je thuis langs en kijken dan hoe heb je je cv-ketel ingericht. Dat is erg... Hoe bedoel je het cv-ketel ingericht? Die hangt er toch en die wordt 1 keer per jaar gecontroleerd en je kan je kachel aan en uitzetten? Ja, dat klopt. En je kunt dan het water heel warm laten zijn. En dan verhit je vooral de zolder. Ja. Oh. En je kunt dan de buizen die naar beneden gaan isoleren. Want in principe verhit je je zolder als je dat niet doet. En je kunt ervoor zorgen dat alle radiatoren ongeveer evenveel warmte afgeven. Want dan gaat die ketel veel beter werken. Maar dat is iets wat je zelf kan regelen of wat jullie of installateur moeten regelen? Dat kun je zelf regelen. Oh. Maar je moet wel weten hoe. En we hebben dus 4 mensen die opgeleid zijn om dat uit te leggen aan bewoners. En die gaan dan avond voor avond bij mensen langs. En zeggen dan van nou kijk, hier zou je kunnen op dingen beter kunnen doen. En daar zou je dingen beter kunnen doen. We hebben een team met elektriciteitsmeters. Dat kun je lenen. En dan kun je kijken of je koelkast of je televisie het heel veel of weinig slurpt. Gebruikt. Ja. Dus dat is ook leerzaam. Mm-hmm. En we hebben een team wat de website doet. Gewoon ondersteunend. Daar hebben we al de informatie die we op die avonden gegeven hebben. Die is daar toegankelijk. Dus zo hebben we wat teampjes geformeerd die dingen doen. Juist voor de mensen die geen zonnepanelen op eigen dak kunnen leggen. En we willen natuurlijk houten helemaal volleggen met zonnepanelen. Want dan kunnen we bijdragen aan die CO2-reductie. Daarom zijn we een coöperatie gestart. En dat doen we met een groep van op dit moment 9 mensen. En we hebben al wat eerste leden ook bij de coöperatie. Waarom een coöperatie? Nou, die coöperatie die bundelt aan de ene kant leden. Die zorgt dat de mensen lid worden van de coöperatie. Die gaan investeren in zonnepanelen. Niet op het eigen dak, maar op een gezamenlijk dak. Dus dat doen we bijvoorbeeld op een sporthal. We zijn nu met de gemeente in gesprek over 2 sporthallen. Ze hebben gezegd van, kijk eens naar die 2 sporthallen. De Kruisboog is er eentje van. Kijk eens of die sporthal te exploiteren is als zonnedak. Nou, daar zijn we al heel ver mee. Oh, ja, ik moet het even voor me zien. Van, dus je koopt zelf 4 dus je panelen? Wordt lid, je wordt lid van de coöperatie. Ja? En je investeert via de coöperatie, laten we zeggen, die 4x400. Of dat zal iets goedkoper zijn, omdat het grootschaliger is. Dus dan hebben we het over, laten we zeggen, €1400. Dat leg je in en dan wordt de stroom opgewekt voor jou via dat zonnedak. En die krijg je via je eigen energierekening terug door een korting op de energiebelasting. Dat is namelijk een wettelijke regeling, de postcode Roos-regeling. Die gebruiken wij ook als coöperatie om dus de stroom die je zelf op dat gezamenlijke dak opwekt, om die weer terug te verdienen. Maar de andere doelstelling is ook heel duidelijk samenhang in de wijk organiseren. Mensen herkennen die mensen van de warmtekamer inmiddels. De mensen van het cv-team zijn geziene medebewoners. Maar mensen ook die elkaar op de avonden tegenkomen, die herkennen elkaar veel makkelijker op straat. En dat vinden wij ook een heel belangrijke doelstelling om iedereen mee te nemen in het initiatief. Oké, je zei net dat je geld hebt gekregen van het duurzaamheidsfonds. Krijg je ook nog een vergoeding van de gemeente om dit... Nee, de gemeente Houten die heeft gezegd dat ze dit soort dingen niet meer doen. Oh. En dat met het duurzaamheidsfonds er een heel goed alternatief is. De hoeveenergie prijs gewonnen. Onlangs was dat? Ja, dat was vorige week. Wij zijn de beste nieuwe energieinitiatief in de provincie Utrecht. Nou, gefeliciteerd. Ja, het Solly-project is voor basisschool kinderen een beetje wegwijs te maken en een beetje bewust te maken voor zonne-energie. Ja. En nou had je een foldertje bij je. Het is een soort mini-robotje die licht geeft. Klopt, het is een robotje, een bolvormig robot. Als je hem openklapt, dan komen er 2 zonnecellen onder vandaan. En dan kunnen kinderen kijken van hoe moet die neergezet worden, zodat die zoveel mogelijk stroom opwekt. En dat kunnen ze ook volgen op internet, er zit een spel achter. Het is een heel educatief pakket. Ze kunnen ook met de klas met elkaar daarmee experimenteren. Dus de school kan ook, en er zitten natuurlijk allerlei educatieve mogelijkheden van rekenen en inzicht in natuurkundige dingen, van hoe krijg je nou van zonlicht stroom. Dat is gewoon heel interessant om dat rondom die zonnerobot toe te passen. Mijn tip is, doe iets aan je huis en doe het samen met je buren, want dat motiveert. Ga zelf naar wat je kan doen aan het besparen van energiegebruik. Dat is de eerste. En de tweede is, wat kun je doen aan duurzame energie opwekken. En de derde is, geef het door aan iedereen, maar denk ook vooral daarbij aan de jeugd.